Dat gooi met vuurwerk, dat vind ik een beetje vreemd eigenlijk. Den Haag, 13:40 bij de Hoge Raad, korte voorhoud. Het is 2:10 in Den Haag, langs de Hof 5. Richting Hofvijver. Het is 2:00 in de middag in Den Haag. Kneuterdijk, lange voorhoud. Een demo tegen de coronamaatregelen natuurlijk en tegen deze corrupte regering. Weg met die QR-code en weg met Rutte. Weg met de jongen. Sluit ze op. Opgelazerd. Met een gezeik. Aardig wat mensen. Bij het Malieveld begonnen. Liever dood dan in mijn poot. Dankjewel. Thank you.
Vuurwerk is oorlog met een politie. Het is Den Haag, het is hier 18 over 2. Dat is een aardige opkomst, al zeg ik het zelf. Het spandoek zie ik een vrijmetselaars logo. Passer in de winkelaar. Corona-dictatuur. En ja, dit vind ik eigenlijk de mooiste vlag. Dit zegt alles gewoon. Het klopt niet. Het klopt niet. Weg met de QR-code. Hugo, Hugo, de puta. Den Haag, 3:05. Tegen de coronamaatregelen, tegen die QR-code, tegen het bedrog van onze regering. Het is nu helemaal niet onze regering. Weg met deze regering. Cut the crap. Rot op met de gezeik, rot op met het beknotten van onze vrijheden. Weg met het mondkapje, weg met de jongen, weg met Kaag, weg met deze corrupte rotregering. We zijn het zat. Ik ben het zat, maar we zijn het gewoon zat. Kijk eens hoeveel volk. Ze liegen over die getallen. Er klopt helemaal niks van. Helemaal niks van wat Rutte en de jongen zeggen. En ze komen overal mee weg. Nou, wij zijn het zat. Dit. En dit is een veel grotere groep dan meneer de Jonge zegt. Veel groter. En het gaat nog veel groter worden. Weg met deze corrupte regering. Dit is Den Haag. Het is bijna 2:30. Zondagmiddag 7 november 2021. Het is 3:03 in Den Haag. Dit is bij de Javastraat. Dat is toch wel een aardige opkomst. Dankjewel. En ja, als je dan draait hier, oh. Kijk, ja, ik weet niet of de NOS inmiddels de beelden uitzendt, maar ik heb ze nog niet gezien. RTL ook niet. Maar het is een aardige opkomst. Het is een dienst die ik hem toch heb. Zij heel grootje. Maar goed, het is inmiddels. De vrijwilligheid is verdampt. Dus als ze zeggen. Als ze zeggen dat er 200 mensen zijn gekomen, dan klopt het niet in ieder geval. Dus ja. Dankjewel, zondagmiddag 3:00. En hallo. Het is 3:03. Het is een aardige opkomst. Dat je, maar de mainstream media hebben we nog niet gezien. Het klopt niet, hè? Dat weten jullie toch inmiddels wel? Het klopt niet. Het klopt helemaal niet. De regering bedriegt jou en je familie en je kinderen. Neem die spuit niet. Doe er niet aan mee. Ze liegen. Ze willen je kapot maken. Ze willen alles van je weten. Weg met die QR-code. Het is 4:05 en dit is de bezemwagen, de ME. En dit is het staartje van de tocht. Het is 4:05 met een lichtkrant. En de rat staat hier ook, hè? Ja, zeker. Het is een beetje tegenlicht, moet even zo staan. Ja, tegenlicht.
Hoe is het? Heb je het naar je zin gehad? Ja, ik heb een beetje ademnood. Ademnood? Ja, dat is ook ja, niet goed. Ja, ik heb al wat kilometertje afgelegd met de masker op. Ja, maar het is toch geen masker? Je bent een rat, man. Oh ja, ja, dat is waar. Je moet wel even in je rol blijven, ja, idioot. Sorry, ik kwam uit een riool kruipen. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ga even meedoen met je. Maar het is een aardige opkomst, moet ik zeggen. Ja, heel veel mensen. Ik had helemaal geen zin om hier naartoe te gaan, zoals altijd. Ja. Maar ik ben meegetrokken en nou, goed ook even ben meegelopen. En je hebt er wel van genoten, toch? Ja. Ja, tuurlijk. Dat is, en heel veel mensen, net zoals in die familieleden. Of kijk, ja, stop met die QR-code. Doe niet mee met het mondkapje. Doe met die gekkigheid. De regering belazert je. Heb dat nou eens door. En je moet niet naar de NOS kijken ook. En die kranten, steek ze in de brand. Want de staatsomroep, je moet ze niet geloven. Weg. En ook Arie Slob niet, de propagandaminister. Rot op met je QR-code. Rot op. Ja, weg met dat ding. Het is nu 4:15. Richting Malieveld. Ik weet niet of jullie beelden hebben gezien van de staatsomroep, maar nogmaals, je moet ze niet geloven. Xander van der Wulp, Ewout Kiewiet, Marieke Zilver van RTL, je moet ze niet geloven. Wij zijn ze niet tegengekomen tijdens deze tocht. En zij vertellen jullie niet de waarheid. Goed onthouden en niet vergeten. Dit is bij ja, zo. Het oude Shell-gebouw. Dit is het einde van de tocht en die gaat dan rustig aan richting Malieveld. Je ziet toch wel aardig wat volk. Om een beetje impressie als je thuis bent gebleven om te kijken van ja, het is toch aardig. Een aardig grote groep mensen komen opdagen. Die klaar zijn met deze wetgeving en de coronamaatregelen en de boetes en het bedrog van deze regering. 11 jaar Rutte heeft ons helemaal aan de rand van de afgrond gebracht. En deze man is een bedrieger, Mark Rutte. Dat wisten we allemaal al natuurlijk, maar laat je niet, geloof niet in alles wat ze jullie opdragen. En let op je kinderen, let vooral op je kinderen en kleinkinderen. Want die zijn bijna nergens veilig. En laat ze niet injecteren. Ik zit er over veel politie, 4:55, maar ik moet zeggen dat tijdens de wandeling heb ik ze niet echt gezien. Dus wat dat betreft wel rustig verlopen. Maar kijk eens naar het volk. Dit volk is dat wil niet zo verder leven. Dat wil gewoon terug naar het oude normaal. Dat wilde volgens mij Alexander ook, toch? Willem-Alexander, toch? Die heeft het toch ook gezegd tijdens de Four Freedoms Award in Middelburg. Daar ben ik nog bij geweest. Maar kijk, ik blijf natuurlijk terugkomen op het Binnenhof en mijn verhaal is nog lang niet afgerond. Het echte verhaal moet nog naar buiten komen. En de rat die figureert in mijn filmpjes en ze zijn nog niet klaar met mij. VWS niet, justitie en ook de advocatuur niet. Want waar zijn ze? Ik heb ze nodig, maar ze zijn te bang om mijn zaak op te pakken. Ja, dus wordt vervolgd. Net zoals de regering, dat moet ook worden vervolgd. Wordt vervolgd, ja toch? Uh-huh. Ja, oprotten, weg met die QR-code. Weg ermee. Opdonderen, wegwezen. Ja, wegwezen! Wegwezen! Ja, top.